Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Zoals je weet, in Motivatie Maandag bespreken we 3 punten. 1. Hoe was het allemaal afgelopen week? 2. Een quote van deze week. En 3. Hoe zien we aankomende week eruit? Laten we maar beginnen. Oké, we beginnen als eerste met het eerste punt. Hoe was mijn afgelopen week? Nou, mijn afgelopen week was, vermoeiend. Omdat ik ben nog alles aan het verhuizen en met een nieuw systeem werken, het is een beetje wennen. Maar wat ook interessant is, is dat het betalingssysteem. Kijk, als iemand mij betaalt vanuit het buitenland, dan duurt het meestal 2 dagen voordat ik zeker weet dat het bedrag is binnen. En de 2 dagen kan soms lang zijn. En soms maak ik bijvoorbeeld gebruik van PayPal of andere betalingssystemen. Maar het gevolg daarvan is dat het soms best wel prijzig wordt. Ik ben zo iemand van, ik betaal niet zoveel als ergens anders goedkoper is. Zo simpel is het. Maar, ik zocht een systeem waarbij ik altijd de betaling kan zien. Maar dat ik bijvoorbeeld geen gebruik hoef te maken van PayPal of wat dan ook. En als mensen het overmaken, hoge bedragen, dan betaal je best wel veel geld als transactiekosten. Bijvoorbeeld 3% van 2000 of 3% van bepaalde bedragen. Dan ga je wel 2 keer nadenken welk betalingssysteem je gebruikt. En vaak is het zo dat mensen betalen in termijnen. En dat is ook al moeilijk. Ook met creditcard is het handig. Want met creditcard weet je gelijk van oké, dat bedrag is overgemaakt, zeg maar. Maar soms ben ik niet eens met bepaalde dingen van creditcards instellingen. Dus ik dacht of ik zo even een goede systeem. Dus ik heb een goede systeem gevonden. Het is het oude systeem dat ik gebruikte. Ik had er vroeg afstand van gedaan. Puur omdat het, ik was niet eens met een bepaalde functie. Maar uiteindelijk, ik gebruik hem niet weer. Dus... dat is wel mooi. Waarom gebruik ik hem nu weer? Iemand die ik ken heeft een software opgebouwd dat precies lijkt op PayPal. Maar je hebt geen PayPal account nodig om gebruik te maken van de software. Ideaal. Dus met andere woorden, het komt erop neer van ik kan iemand een link sturen. En door te klikken op die link kan hij zelf kiezen hoe hij wil betalen. Maakt niet uit waar die is op de wereld. Heel ideaal. Dus dat is wel fijn. Dus ik ga dat deze week even testen. Maar hoe mijn week was, dit allemaal uitzoeken kost te veel tijd. En daarbij heb ik een deal gesloten met een administratiekantoor. Omdat ik merk dat er heel veel vragen komen over belastingrecht. Dus met andere woorden, hoe kan ik belastingaangifte doen? Of hoe zit het met omzet? Paul, heel veel vragen komen. Ja, ik weet de antwoord op die vragen, want ik heb daar veel ervaring mee. Nee, ik doe het niet. Ik doe het letterlijk niet. Dus ik heb even een deal gesloten met het administratiekantoor. Waarom dit administratiekantoor? Puur omdat zij zo iemand van, zij kijken van welke boekhoudsystemen jij gebruikt. Aan de hand van dat maken ze, geven ze jou bijvoorbeeld advies. Of in ieder geval ze zorgen dat je boekhouding in orde is. Dus heel ideaal. Dus ik moet even nog even met de groen goed gaan zitten. Kijken wat we afspraken precies gaan maken. Maar nu is het zo dat zij de klanten die via mij naartoe komen... helpen, gewoon voor redelijke prijs. Dus dat is het gewoon. En zij zijn niet zo'n kantoor waarbij je gewoon uurtje factuurtje moet doen. Zij zijn een kantoor van, hey, dit is de prijs. Zoveel kost het bij het begin. En dit en dat gaan we doen. Dus duidelijke afspraken. Vind ik wel fijn. Dus andere kantoren die ik heb benaderd zijn... niet fucked up bedoeld als je benaderd bent. Naar de klote. Zo simpel is het. Maar goed, dat was met deze week. Dus die twee punten zijn belangrijk. En voor de rest, alles ging oké. Het is einde van de week. Het was einde van de maand bedoel ik. Veel dingen afgerond. En gesprek gehad met nog 1 klant. Even erop aangesproken. En dan komen we bij het tweede punt van deze motivatie maandag. En de quote van deze week is... Even kijken, ik moet even spieken hoor. De quote van deze week is... It's not just about being better. It's about being different. You need to give people... a reason to choose your business. Tom about. Oké. Eerst even. Ik ben het dan niet eens met deze quote. Maar ik ga je vertellen waarom ik deze quote heb gekozen. Normaal krijg ik een quote opgestuurd. Dat is wel fijn. Nou, andere Mattie van mij. Of in ieder geval een vriend van mij. Die kijkt gewoon vaak deze video's. En die zei zo van Alex. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar waarom kies je alleen maar gewoon codes waarbij je mee eens bent? Hoe zit het met codes waarbij je niet mee eens bent? Dus die feedback neem ik mee. En ik dacht zo van, okay, weet je, ik ga even een code zoeken dat ik niet mee eens ben. Dus om de zoveel tijd kijk, pak ik een code waar ik niet mee eens ben.
En die moet ik zelf opzoeken. Want meestal ben ik wel eens met die quotes, omdat ik een bepaalde connectie heb. In ieder geval, het is herkenbaar voor mij. Dus deze quote ben ik totaal niet mee eens. Puur omdat jij jezelf de vraag moet stellen. Ga je iemand aannemen puur, of in ieder geval opdracht geven puur omdat die anders is? Of ga je puur iemand de opdracht geven puur omdat die je probleem kan oplossen? Is dat een beetje wat ik bedoel? En ja, anders zijn betekent niet iemand anders een reden geven om voor je business te kiezen. Zolang je het probleem oplost en efficiënt, dan kies iemand voor jouw business. Zo simpel is dat. En sommige mensen beseffen dat niet. En dat is wel jammer. Maar zo kijk ik deze quote. En kijk, ik ben het niet mee eens. Totaal niet. Hè? Want ik bekijk het vanuit, als ik iemand aanneem, dan ga ik niet kijken of die anders is. Ik kijk gewoon naar de persoon zelf. Snap je? Ik beoordeel je groet of wat dan ook. Ik kijk naar de persoon zelf. En kan niet meer problemen oplossen of niet. Zo ja, prima. Daarom ben ik niet meer eens met deze quote. Laat me hieronder weten wat jij hiervan vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Nou, de deal die ik heb gemaakt, die moet ik gewoon uitwerken. Tweede, systeem dat ik ben aan het implementeren, moet ik nog even gewoon goed zetten. Het is bijna klaar in ieder geval. En het is nieuw maand, dus even kijken wie ik als klant kan krijgen. Dus ja, nieuw maand en nieuw kwartaal. Dus dan moet ik even op zoek gaan naar goede klanten. En ik doe dat om de kwartaal, omdat de meeste klanten heb je dan geholpen, dan zit het gewoon goed, dan kan je gewoon verder. Als ze vragen hebben, kunnen ze altijd naar mij toe. Als jij bijvoorbeeld vragen hebt, kan je altijd naar mij toe. Maar om de kwartaal ga ik op zoek naar klanten, goede klanten, waarvan ik denk, oké, die en die kan ik helpen. Plus, ik heb even iets nieuws geleerd en die wil ik gaan toepassen. Dus dat hoor je volgende week wat meer over. Maar als het gewoon werkt, dan is het echt mooi, dan hoef ik bijna helemaal niks te doen. Maar goed, laat me weten hoe jij tegen de Discord aankijkt en wat je ervan vindt. En tot in de volgende video.